5 mei 1943. Kinderen, kom maar even bij. Even naar een speciale dag. Hoezo dan, papa? Nou, het is vandaag 5 mei. Oh, dat is Jan jarig. Het is natuurlijk oorlog, maar ik heb toch wat voor Jan gemaakt. Jan, naar beneden komen. Ja, ik kom al. Hebben jullie iets voor mij? Maar zo, denk dat we je verjaardag vergeten al. Terwijl de kinderen zingen voor Jan, komen er Duitse burgersoldaten aangelopen. Gloria, hier de riep, hoera! Niet komen! Nee! Blijf hem vader af! Niet komen! Niet komen! Mei 1944. Het jaar erop is dan natuurlijk weer jarig. De meester vertelt dat het een speciale dag is. En wat deze dag zo speciaal maakt, is dat Jan vandaag jarig is. Ja. Gefeliciteerd! Vorig jaar was natuurlijk niet zo'n fijne verjaardag, maar we gaan er vandaag een extra speciale dag van maken. Dus kom maar naar voren. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wat doet hij hier? We zoeken het hier. Ik weet niet, ik weet het echt niet. Zoek maar, ik weet het zeker. Zoek maar. Nee, 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 niet Lisbeth. Ik ben jarig, niet nu. Ze moet ook nog op mijn feestje komen. Nee, nee. Nu Lisbeth en vorig jaar mijn vader. Ik haat ze. Na deze tweede vervelende gebeurtenis op zijn verjaardag, besloot Jan met een paar klasgenoten zich aan te melden bij het verzet. Als het goed is, moet nu die persoon hier uit het verzet ergens komen. Weten jullie hoe hij eruit ziet? Die persoon heeft een krant onder de linkerarm en een grote ronde bril. Ik ga wel even kijken. Hé, jongens, ik zie daar iemand aankomen lopen. Ja, maar dat is een vrouw. Maar ze heeft wel een krant in haar linkerhand en een grote bril. Misschien zegt ze straks codezin. Wat is die codezin eigenlijk? Het is koud in de tijd van het jaar, maar er komen warme tijden aan. Hé, het is koud voor de tijd van het jaar, hè? Maar er komen warmere tijden aan. Bent u van het verzet? Wat is uw naam? Noem mij maar Honey. We willen graag helpen tegen de Duitsers. Wat kunnen we eraan doen? Ja, kom maar mee. Op een geheime locatie liet de verzetsheldin Honey Schaft, ook wel bekend als het meisje met de rode haren, de pamfletten zien die de kinderen konden gaan uitdelen. Kijk, dit zijn de pamfletten die we willen gaan uitdelen. Is dat echt? Ja, het duurt niet meer lang voordat Duitsers zijn verslagen, hoor. Ja, oké, kom hier met die pamfletten. Dat moeten de mensen weten. We gaan het aan iedereen geven. Maar wees wel voorzichtig. Er zitten soms ook NSB'ers tussen. De kinderen waren voorzichtig. Ze bekeken de mensen eerst goed voordat ze naar hen toe gingen. Wilt u misschien wat nieuws horen van de oorlog? Wie zijn jullie? Wij zijn van het verzet. Hier, wij delen krantjes uit. Is dat echt waar? Wat hier staat? Ja, dat is echt waar. De Duitsers zijn bijna verslagen. Het kan niet meer lang duren. Oh, echt waar? Ik kan het niet geloven. Ze moesten wel voorzichtig zijn, omdat er nog overal Duitsers rondliepen. Kijk, Duitse soldaten. Stop die pamfletten weg. Halt! Waren die van ons? Gelukkig werden de kinderen niet gepakt. En zo werd Jan vanzelf verjaren. Wat is er allemaal aan de hand buiten? Zie je toch nog goed? We zijn bevrijd! Zo kreeg Jan op zijn 12e verjaardag het mooiste cadeau van zijn leven: vrijheid.